Gerry, het gaat beginnen nu, de Future Cup. Over een half uurtje de aftrappen ongeveer. Hoe staat de groep ervoor? Nou ja, na de afgelopen week hebben we natuurlijk een paar hele goede wedstrijden gehad. Met name voor de competitie. Dus met AZ, PSV, Feyenoord. Nou, die hebben bijzonder goed afgesloten. Dan ga je al met een goed gevoel naar dit toernooi toe. Die wedstrijden waren natuurlijk erg belangrijk voor je competitiestand. Nou, daar hebben we natuurlijk ook nog wat te winnen. Nou, zo'n toernooi, die speel je ook om te winnen. Dus ja, ik denk dat we met heel veel vertrouwen dit toernooi tegemoet gaan. Hoe is de sfeer in de groep? Jullie komen net uit de kleedkamer. Zijn ze gespannen? Hebben ze er zin in? Nou ja, je hebt natuurlijk altijd een gezonde spanning. De omstandigheden die er nu zijn hieromheen, er gebeurt van alles omheen. Er komt veel publiek op af. Enorm veel geluid uit de luidsprekerboxen. Dus ja, dat doet wel iets goeds met spelers. Dat geeft ook een extra dimensie om wat meer uit jezelf nog te kunnen halen. Maar ik denk wel dat er een gezonde spanning is. We gaan het even hebben over de selectie. Want er zijn drie namen die niet zo bekend zijn bij ons. Dan kijk ik even op mijn papiertje. Dat zijn Szabolcs Schön, Mateusz Gorski en Antonio Trograncic. Wat kan je over ze vertellen? Mateusz is de keeper. Poolse keeper. Is nog niet speelgerechtig. Maar hij is wel voor de komende jaren hier vastgelegd om in ieder geval stappen in de ontwikkeling en een goede keeper te worden. Dus die is erbij. Schöne is een buitenspeler, vleugelspits, linksbuiten, rechtsbuiten. Samen met Olivier Horvat hier gekomen. Hij is iets later ook nog steeds niet speelgerechtigd. Een beetje lastig voor die jongen. Hij is al vanaf januari hier. Speelt wel vriendschappelijke wedstrijd, dus dit toernooi is voor hem een uitgelezen mogelijkheid om lekker weer een paar wedstrijden te kunnen voetballen. En ook het Ajax-publiek ook te laten zien wie hij is en wat hij kan. Vervolgens hebben we Antonio, is een jongen die van Bayern München komt. Was daar ongelukkig, is hier een half jaar op proef eigenlijk om te kijken of hij door kan naar de A1 volgend jaar. En is vanmiddag bij de B2, want die heeft ook al een periode niet gespeeld. Hij is fysiek ook nog niet daar wat hij moet zijn. Dus het is wel goed dat hij een hele wedstrijd bij de B2 speelt. Om vervolgens een zondag en een maandag bij deze groep aan te sluiten om eventueel daar ook minuten te krijgen. Gorski is een keeper. Wissel je de keepers af? Dus Daan Reiziger begint. Speelt de tweede wedstrijd dan Gorski? En dan kunnen we het dan zo stellen of bekijk je dat per wedstrijd? We bekijken dat per wedstrijd. Dat is ook de afspraak. Ook met de jongens hebben we dat afgesproken. Kijk, Mateusz heeft een tijd niet gespeeld. Dit toernooi gaat toch ook om winnen. Het is natuurlijk ontwikkelen is heel belangrijk, maar ook om winnen. Daan is op dit moment de eerste keeper bij de B1. Dat geeft ook rust aan de achterhoede. En waar het mogelijk is, gaat Mateusz ook zijn minuten pakken. Dan Schön, je zei het al, die is niet speelgerechtig, maar dit is natuurlijk een uitgelezen kans voor hem om zijn wedstrijden te spelen. Is hij wel makkelijk in te passen in een wedstrijd? Of denk je dat dat makkelijk gaat voor hem? Nou ja, het zal voor hem. Hij was gespannen, zei hij net voor de wedstrijd, als je dan toch over spanning hebt. Nou ja, we hebben hem niet voor niks hier naartoe gehaald. Een talentvolle speler, een vleugelspits. Nou ja, daar zijn er natuurlijk niet zo heel veel van die een bepaalde dynamiek in hun spel hebben. Die wat extra's kunnen om iemand uit te spelen. Want dat heb je van de week ook kunnen zien bij het eerste elftal. Zo'n Younes en zo'n Justin, hoe die ervoor staat op dit moment. Traoré. Nou ja, naar dat soort types komen mensen toch graag kijken. Nou, dan is het ook wat minder moeizaam om zo'n jongen te acclimatiseren en te integreren in zo'n team als de B1 op dit moment. We spelen vandaag tegen J-League, grote onbekende en... Benfica. Hebben jullie ze goed geanalyseerd, de tegenstanders? Of gaan jullie volledig uit van je eigen kracht? Nou, dat sowieso. We spelen volgens onze eigen filosofie. Fris aanvallend voetbal. Met veel druk op de bal, met balverlies. Maar mooi voetbal spelen. En met name ook via de flanken. We hebben dus zeker even voorbereid. Sowieso de J-League ploeg. Die hebben afgelopen donderdag tegen AFC gespeeld. Benno, die assistent trainer bij de hoofdcoach bij de dames ook is. Die had wat informatie over ze. Nou ja, het is een Aziatisch team wat heel gedisciplineerd kan spelen. Ik denk, het kan misschien wel een verrassing worden in de kwaliteit. Dat is nog moeilijk in te schatten hoe goed dat ze zijn. Maar ze hadden bij hem heel veel indruk gemaakt. Ook de manier van spelen, de discipline. Het zijn Aziatische culturen. Ja, die zijn normaal gesproken ook gedisciplineerd. Dus daarin is wel een uitdaging. Hoe goed zijn wij en hoe goed zijn zij? Dus wat dat betreft kan ik dat nog niet zo goed inschatten in het niveau wat ze kunnen waarborgen. Maar ja, na deze wedstrijd weten we meer. En Benfica speelt tegen Juventus. Nou, daar hebben een aantal mensen van onze scouts op zitten. Dus daar krijgen we direct ook de beelden van. Dus dan kunnen we die rustig gaan bekijken. Maar duidelijk is dat jullie meteen aan de bak mogen, volgens mij. Klaar voor en zin in? Zeker klaar voor, zeker zin in. En ja, na de wedstrijd zal ik je vertellen hoe goed het is afgelopen. Dus komt goed.